Ik denk dat ik maatschappelijk van betekenis ben, van wellicht grote betekenis. De professor dokter in de economie, Pim Fortuyn, klom niet op de maatschappelijke ladder. Nee, hij werd er door zijn vader op geschopt. Komend uit een katholiek patriciusgezin werd hij studentenleider, directeur OV Studentenkaart, hoogleraar en nu als change agent een zelfstandig ondernemer. Een ambitieus en omstreden man. In dit land, maar dat is heel Nederlands, mag je geen enkele ambitie formuleren. Als je dat dus doet, dan word je gezien als een arrogante kwal. Bekend om zijn kritieken en provocaties, heeft hij zichzelf niet geliefd gemaakt. Hij zoekt de confrontatie zelf op, zoals met zijn pleidooi voor een toekomst zonder ambtenaren. Hij laat zichzelf graag zien en steekt daarbij zijn ideeën niet onder stoelen of banken. Waar naartoe eigenlijk? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik zal het u uitleggen. Ik heb wel eens gesuggereerd dat ik een televisieprogramma zou willen doen. Omdat ik denk dat ik een andere opdracht heb in Nederland. Hij ziet zichzelf als een man met een missie. De modernisering van Nederland is zijn doel. En het liefst is hij zelf minister-president. Wat ik dus zou doen is meteen die ramen open. Dus die vitrage weg. En wat moet je daarvan maken? Bezemhok of iets van die aard. Waarom heb jij ja gezegd toen je gevraagd werd met mij te spreken? Twee redenen. En het heeft te maken met jou natuurlijk. Omdat je een vrouw bent. En omdat je uitvoerend kunstenaar bent. Dus een actrice. Ik denk dat vrouwen de komende 10, 20 jaar een veel belangrijke rol gaan spelen in, met name in het publieke domein van onze maatschappij, in leidingen van bedrijven, politiek. En ik denk ook dat dat goed is, omdat het heel goed zou zijn als er wat meer van de vrouwelijke emotionaliteit. Ik wil dat niet aan de vrouw als biologisch persoon verbinden, maar zeg maar de archetype van de vrouw. Dus die vrouwelijke emotionaliteit, dat dat belangrijk is. Zou de wereld een stuk beter van worden. Ik denk dat het er in Bosnië heel anders uit zou zien. Absoluut. En ik vind het heel belangrijk, het heeft daarmee te maken dat er wat meer muze in het bestaan komt. En kunstenaars, ook uitvoerend kunstenaars, die vertegenwoordigen die muze. Dus dat was de reden dat ik dacht, dat vind ik heel leuk om met jou dit gesprek te hebben. Ja, maar nu, ik had gezegd. Maar nu, uit de dingen die ik van je gelezen heb, mij zo opvalt, dat is dat je heel betrokken en heel lief en over je moeder spreekt. Als ik begrijp, mis je die nog elke dag. En die vader van je, dat is toch een beetje afstand. Je vond ook dat hij erg ongelijk heeft gehad wat je toekomst betreft. Maar dat neem je hem meer kwalijk dan je moeder. Dat vond ik vreemd. Nee hoor, ik neem hem absoluut niet. Ik heb nooit eigenlijk, zelfs in de moeilijkste tijd, dat ik echt uit huis wilde en dat ik me losgevochten heb in die tijd, heb ik zelfs mijn vader niets kwalijk genomen. Ik wist dat die man handelde uit het idee, wanneer dat kind artiesten wordt, dan eet ze geen droog brood en dat moet er niet overkomen. En daarom was hij, hij was een rechtlijnige man. Ja. Maar dat zijn eigenlijk de meeste mannige mannen. Ja, toch? Ja. En daar zou alle vaders die komen. Ik maar hoor van iedereen, zijn altijd die mannen geweest. Antwoorden met twee woorden. Ja. Maar waarom, jouw moeder was het ook niet eens met je beroepskeuze. En toch uit die interviews merk ik van, ja, dat neem je haar eigenlijk toch minder kwalijk dan je vader. Nou, het was eigenlijk zo dat ze waren vooral verontrust. En mijn vader die stelde gewoon, je gaat niet naar de kunstnijverheidsschool of je gaat niet aan het toneel. Dat doet men niet, want dan heb je niet te eten. En mijn moeder dacht natuurlijk, die man, ze hield veel van hem. Ze keek tegen hem op en ook zijn oordeel was goed. Ja. En ze dacht, dat zal wel. Maar eigenlijk hielden ze alle twee ontzettend van kunst. Ja. Want mijn vader schilderde ook. Hij was een zondagschilder. Hij speelde saxofoon, hij speelde fluit. Mijn moeder was pianiste, gaf pianolessen en had operetteclubs. En later was ze dirigente van de zangkoor en speelde daar ook piano. Dus ze waren heel erg met kunst bezig, hielden daar ook van. Want het is ook geweest dat toen ik al hele lange tijd bezig was en in de musical Anetevka speelde. Nee, Oliver. Ja. De musical Oliver. Is hij wezen kijken. En hij heeft nog maanden over die musical gesproken. Maar
Het was net of ik er niet in gezeten had. Hij negeerde dus je beslissing. Ja, zoiets, ja. En dat deed je moeder kennelijk niet. Nou, die probeerde mij overal te steunen. Wat moeders dan doen, die kijken, zeggen niet meteen wat ze denken, maar volgen. Dat heb ik zelf ook met mijn kinderen gedaan. Als ik dacht, die gaan een beetje de verkeerde kant uit, dan zei ik niet meteen, dat mag niet. Nee. Maar ik keek maar en dacht ik, oh, als ik daarmee helpen kan, als ik me sturen kan. Ja, ja. Ik denk dat dat een goede manier is. Mijn vader had graag gezien dat ik ben Rooms opgevoed. Ja. Rooms-katholiek opgevoed. En die had het wel mooi gevonden als ik priester geworden was. En ja, dan natuurlijk. Maar dan had hij geen kleinkinderen gehad. Nee, maar dat heeft hij nou ook niet. Dat heeft hij nu ook niet, want ik ben homoseksueel. Ja. Dus die hebben geen kinderen. Althans, tegenwoordig weer wel. Maar goed, ik vind dat dat dus niet moet. Die hebben geen kinderen. Maar, en hij is natuurlijk nog. Ik kom uit een gezin van 6 kinderen. Dan is dat toch nog wel wat. Ja, 3 broers en 2 zussen. 1 broer is overleden. Maar heel veel kleinkinderen hebben ze nou ook weer niet, hoor. Dat valt reuze tegen. Ik geloof iets van een stuk of 8. Ze gebruiken toch niet de pil of zo, hè? Of mag het tegenwoordig? Ja, maar dat is natuurlijk is een beetje toch de tragiek van die opvoeding van mijn vader. Die heeft ons allemaal Rooms-katholiek opgevoed. En hij heeft toch in feite geen praktiserend katholieke kinderen meer. En dat is wel zwaar voor hem, zo af en toe. Aan de andere kant is hij leeft nog wel. Ja, ja, ja. Het is heel bijzonder. Mijn beide ouders leven nog. Zijn 81. Oh. Heel goed van gezondheid. Maar ook van hersens. Ja, die werken allemaal. Ja, zijn natuurlijk wel. Ja, ze hebben zo hun ongemakken die met de ouderdom. Nou ja, goed, oké, maar ik vind maar wat heel vind wat, je, wat ik daar zo aan, zij genieten nog wel van het leven, althans dat zeggen ze. En ik vind het dus heel moeilijk dat ouder worden, het gaat allemaal zo gepaard met het functieverlies, je wereld wordt steeds kleiner en ik moet je zeggen dat ik daar eigenlijk best tegen opkijk. Oud worden lijkt me niet leuk. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk eigenlijk dat het lichamelijk aftakelen, dat vooral vreselijk moeilijk is. Als je geest nog van alles wil. Voor mijn grote voorbeeld is ook een kunstenaar, is Picasso. Ja? Zo'n man die ik denk dat hij 82 of zo was. En dan nog een vrouw van onder de 30 aan zich weet te binden. Nog weer nieuwe richtingen in de kunst inging. Dat is voor mij een voorbeeld van eeuwige jeugd. Van iemand die voortdurend tot aan het bittere eind heeft geprobeerd te groeien, te veranderen. Maar ik denk dat je als jij in je hoofd hebt, ik wil tot mijn 100ste actief blijven, dan blijf je dat ook. Het is wat je geest je voorschotelt. Ja. De geest is zo ontzettend sterk. Is zo sturend ook. Maar heb jij nou ook, tenminste, ik wil niet zeggen dat mijn leven een opgaande lijn is in de zin van dat ik alsmaar gelukkiger geworden ben. Ik kan trouwens ook steeds minder met dat begrip. Ik weet eigenlijk niet wat dat is. Maar wat ik wel zie, dat is dat mijn leven steeds rijker is geworden. Dat is ook de reden dat ik er wel met plezier op terugkijk, maar eigenlijk niks over zou willen doen. Want dan moet je al die groeiprocessen ook weer. En dan moet je, en veel minder dan dat je nu bent. En mijn grootste probleem op dit moment is dat ik een enorme vitaliteit voel van geest, van lichaam. Eigenlijk, dat gaat allemaal lekker samen nu. Ja. En dat ik vind dat ik daar te weinig mee weg kan. Ik zou meer willen doen dan dat ik doe. Ja, en dat is wel heel vervelend. Maar dat heb ik ook wel een beetje. Omdat ik dan denk, ik zou nog ontzettend fijne rollen kunnen spelen. Maar ik moet ook altijd zitten afwachten totdat die telefoon gaat en iemand zegt, zeg Kar, zou jij zin hebben? En dan denk ik misschien wel meteen, dat wil ik. Ja. Maar goed, ze moeten wel aan je denken. En ik geloof dat jij minister-president bent. Ja, dan moeten ze dus ook aan denken. Zeg maar, waarom moet je nou altijd afwachten? Ja, dat zal het lot wel zijn. Ja, maar moet het heb anders je nooit... Ja, maar hoe het anders nou, moet. Nou, je kan wel van de daken schreeuwen, maar het rare is dat een leven heeft een verloop en heeft ook een, toch denk ik ook een gestuurd iets. Want
er staat al lang in jouw hand en ik wil leren de hand lezen. Oh, want ik wil weten niet. Of daar, wat staat daar nou? Wat zal er met je gebeuren? Ik denk dat het toch ergens wel vaststaat. En dat je ook wel mag kiezen. Je kunt openstaan. Dat is wat je kunt. En je kunt blokkeren. Ja, bij de dingen. Je krijgt steeds die kansen. Ja. Dat is ook allemaal wel geldig. Maar jij denkt ook dat je het leven in feite niet kunt sturen. Je kunt openstaan voor het leven. Je kunt het leven beetje blokkeren. Sturen. Ja. Beetje sturen. Maar dan, je kunt afwijzen. En maar dan houdt het toch ook wel op. Jij hebt mij gezegd dat je in reïncarnatie gelooft. Oh. Nou, dat wil ik hier niet ter discussie stellen. Ik geloof daar niet in, maar dat doet er niet toe. Maar als wie keer je nou straks terug? Wat zou je nou leuk vinden? Ja, nou, ik twijfel wel eens. Ik heb in dit leven van alles een beetje gedaan. Dus ik heb geacteerd, cabaret gedaan, gedanst. Gezongen. Zal ik maar zeggen wie jij wil worden hierna? Ik heb het zelf nog niet bedacht hoor. Dus koningin? Koningin? Waarom? Oh nee. Nee? Dat lijkt me een opgesloten. Vertel eens. Een opgesloten leven. Dat lijkt je niet leuk? Nee. Wat vind je van de huidige koningin? Ik vind het een enig mens. Meen je dat nou echt? Ja. Ik absoluut en ik vind niet. Haar moeder. Ik heb pas nog iets over haar gelezen. Dat hij een veel zwaarder leven heeft gehad dan ik ooit had kunnen denken. Ja. En ik bewonder het zeer. Ja, ik bewonder maar ook Beatrix. Ja. Nou, koningin dus niet, maar nee. Wat dan wel? Zou je man willen zijn in een volgend leven? Ik weet het niet, ik vind vrouwen wel leuk hoor. Ja? Ja, ik wil nog wel een keer een vrouw denk ik, maar dat bedenk ik nu ter plaatse. Ik zou bijvoorbeeld een hele goede danser willen zijn. Of een, maar dan dansen. Ook... Dansen, ja, nou ja, dansen noem ik. Ja, nou, dan ja. Toch wel vrouw. Toch dansen. Ja, maar dan dus. Ook heel goed kunnen zingen erbij, ja. Die twee dingen. Maar ik heb ook wel eens gedacht dat ik een of andere verzorgende functie iets kunnen helen. Of, dokter dan. Echt goed, dat je er helemaal wat aan doen kan. Je kunt genezen. Maar ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik het pas bedenk als ik daar ergens ben. Ik het dan min of meer ook in overleg ga doen. Oh, ja, en met wie overleg je daar dan over? Met mensen die me daar, of geesten of iets wat me daar opvangt.